vanuit Genesis hoofdstuk 2. Vers 18. And then we're going to go ahead and just read 21, 22, well then 21 through 24. 21 tot 24. We're going to be talking somewhat about what our Sunday school lessons have been going, covering the last 12 weeks. En ik ga wat bedenken wat we tijdens onze zondagschoollessen hebben gedaan de afgelopen 12 weken. Did you enjoy the choir today? Heeft u vanavond genoten van de choir? I appreciate those that come and stay. Many of them were here at 8:30 this morning practicing. Vele van hen waren hier al om 8:30 gaan oefenen. I so commend and compliment their and appreciate their commitment to God. En ik wil complimenteren, waarderen hun waardering voor God. Praise the Lord. Enjoyed with the tone Sunday school lessons. Heb u vanochtend genoten van de tone zondagschool lessen? I have a passport. Ik heb een paspoort. It is stamped. Zit een zegel op. Amen. Praise. I'm an ambassador of Christ. En ik ben ambassadeur van Christus. Thank you, the Lord. Dank de Heer. Genesis chapter 2 and 18. Genesis 2 vers 18. If you're there, say amen. Als je daar bent, zeg je amen. If you're still looking, say hold on. Als je nog op zoek bent, zeg wacht even. Okay, it's the first book in your Bible. Het is wel de eerste boek in je Bijbel. Okay. If you're not there yet, look at the screen. Als je er nog niet bent, kijk op het scherm. Here we go. Daar gaan we. En de Heere God zeide, het is niet goed dat een mens alleen zijn. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Vers 21. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeten en vlees van mijn vlees. Deze zal Manen heten, omdat hij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Praise the Lord. Amen. I want to speak out of the 18th verse there. It says it is not, God speaks here. It says it is not good for man to be alone. I will make a helpmeet for him. Ik wil spreken vanuit vers 18 waarin God spreekt. Hij zegt het is niet goed voor een mens om alleen te zijn. Ik zal hulp voor hem maken. Amen. I want to talk about God's helper. Ik wil spreken over God's hulp, de helper van God. God's helper. De helper van God. Thank the Lord. You never knew God needs some help, I guess. Ja, je hebt nooit geweten dat God wat hulp nodig had. Oh, amen. I feel the Holy Ghost. Ik voel de Heilige Geest. Take that. If it's appropriate, I want you to make contact. Somehow take a hand, lay your hand on their shoulder. However, and I want us to begin to pray for our lives and that God would just... I believe he really wants to encourage our church today. Amen. Ik geloof dat de Heer onze gemeente We love your word. We love you for you are the same yesterday, today, and forever. There is none like you in heaven nor in earth, Lord. The earth is filled with your glory, and today is a Shama Hukoma. We now put out to my head. We to put hope. We to put heaven. God open to ontvangen wat u voor ons hebt voorbereid, Heer. En God, ik bid dat u mij nu zal zalven om uw woord, God, te verkondigen met moed en kracht. Hallelujah. To the very best of my ability, let me deliver this word. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Everybody said in Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. I need the help of God. Amen. And if you're going to help me, you can be seated. If not, you've got to stay standing. Als je me gaat helpen, moet je blijven. Mag ik zitten? Als je niet gaat helpen, moet je blijven staan. I believe. Ik geloof. That God can do anything. Dat God alles kan doen. Me and Brother Tone believe God can do anything. Ik heb Brother Tone en ik geloven dat God alles kan doen. I believe God is all powerful. Ik geloof dat God almachtig is. God can make anything. God kan alles maken. He can do anything. Hij kan alles doen. He can pick a lonely man. Hij kan een eenzame man kiezen. He can take a peasant. Hij kan zelfs een boer nemen. And turn him into a prince. En hem veranderen tot een prins. My God. Mijn God. Can take a sea. Kan een zaadje nemen. A sea, the water, sea. De zee. And he can open it up. En hij kan dat openspitsen. And make a way for people to get out of bondage. Uit de gevangenschap. And then, he can destroy the bondage in the water. Kan hij de gevangenschap vernietigen in het water. What saved me? Wat mij heeft gered. Destroy my enemy. Heeft mijn vijanden vernietigd. Don't let anybody tell you you don't need the water. Laat niemand vertellen dat je het water niet nodig hebt. Every single child of Israel had to go through the water to get to the promised land. Ieder kind van Israël moest door het water heen gaan om het beloofde land te krijgen. My God can do anything. Hij kan de aarde doen stoppen
onze eigen as te draaien. He can take a little flour and some oil. Hij kan een beetje bloem en olie pakken. And sustain a widow woman for 2 years. En een weduwe daarmee ondersteunen voor 2 jaar lang. He can take oil. Hij kan olie nemen. Out of a little jar. Uit een klein flesje. And use it to fill pots. En dat gebruiken om potten te vullen. So 2 guys, we don't even know their names, don't have to go to jail. Zodat 2 mannen waarvan we de naam niet eens kennen, niet naar de gevangenis hoeft te gaan. He now. En nu has it all in his hands. Heeft daar alles in zijn handen. There now is water hitting above our heads. It's falling, lots of it. Er is water boven ons hoofd en heel veel valt neer nu. But he holds it up above our heads. Maar hij houdt het boven onze hoofd. And at his will it falls. En volgens zijn wil daalt het neer. He makes it rain. Hij doet het regenen. He makes the sunshine. Hij maakt de zon schijnen. Because my God is awesome. Want mijn God is geweldig. My God is amazing. Hij weet het getal haren dat aan uw hoofd zit. Mijn God. He can forgive sins. Hij kan zondes vergeven. He can heal the body. Hij kan het lichaam genezen. He can deliver you from whatever it is that shackles you. Hij kan u bevrijden van wat dan ook u ketent. I'm here to tell you, God. Ik ben hier gekomen om u te vertellen dat God awesome. Is geweldig. However, I'm going to say something that might shock you. Ik ga iets zeggen wat u misschien zal choqueren. But before you leave, stay till the end. Maar voordat u de deur uitloopt, blijf tot het einde. For this all-powerful can do anything, Almighty God that we serve. Want deze almachtige God die alles kan doen die wij dienen. There are sometimes. Zijn er soms. He's not enough. Dat hij niet genoeg is. I didn't say it. Ik heb niet gezegd. He said it. Hij zei het. There is nowhere in Scripture where God's powerful and what we are calling insufficiency is revealed more than in creation. En er is nergens waar de onvoldoendeheid van God in zijn machtheid zo goed wordt beschreven. Again, God in Genesis says, "Let there be light." God zegt in Genesis, laat er licht zijn. And there is light. En er zij licht. He gathers the waters together and dry land appears. Hij vergadert de wateren samen en er komt droog land. And he says this is good. En hij zegt dit is goed. Actually he saw that it was good. Eigenlijk hij zag dat het goed was. He didn't even have to get his hands dirty. Hij hoefde zijn vingers niet eens vies te maken. He just said it. Hij zei het alleen maar. Grass and herbs and fruit trees. Gras en bomen. And when he made the fruit tree. En toen hij de vruchtbomen maakte. He put seed inside the fruit so he wouldn't have to make any more fruit trees. They would just be fruitful. Maakte hij de zaadjes al in de bomen, zodat hij niet telkens opnieuw bomen hoeft te maken, maar de bomen zelf zijn. God maakt leven met leven inside of it. God maakt leven met leven. That's how awesome, and he didn't even move a finger. En dat is zo geweldig wat hij gedaan. Hij kreeg zijn vinger omhoog. He just spoke a word. Hij sprak het woord. Hallelujah. That's why the enemy doesn't want you to hear the word of God today. Daarom wil de vijand dat u het woord van God niet hoort vandaag. Because he knows a word from God. Want hij weet dat een woord van God will create life in you. Van leven scheppen in. But not just life in you. Maar niet alleen leven in. Life that will reproduce out of you. Maar ook dat leven zal reproduceren, voortbrengen. Come on, somebody. It's not just about you, it's about all the life that you're going to reach through you. Het draait niet alleen om u, maar ook alle andere levens waardoor u de mensen kunt bereiken. 2 great lights, one for the nighttime and one for the daytime. 2 grote lichten, 1 voor daglicht, 1 voor nachtlicht. He forms the man and then he sits back and says, this is very good. Hij maakt de mens en dan zit hij achterover en dan zegt hij, oh, dit is heel goed. I have done a good job. Ik heb het goed gedaan. Hey, sometimes you need to tell yourself, I'm doing good. En soms moet je jezelf vertellen, ik doe het goed. Come on, you're always criticizing yourself. Ja, je bekritiseert jezelf altijd. But even God encouraged himself. Maar zelfs God bemoedigde zichzelf. He said, I did good. Hij zei, ik heb het goed gedaan. I did a good job. Ik heb een goede gedaan. Come on, somebody. Kom op, iemand. It's all right. Het geeft niet. To say, I did the right thing. Om te zeggen, ik heb het goede gedaan. Come on, reach up, take your right hand like this. Pak je rechterarm, hef hem op. Put it on your shoulder right here. Zet hem op je schouder hier. Now, I want you to pat it a little bit. En geef hem een klopje aan je schouder. Now, you did good. En zeg, je hebt het goed gedaan. You came to the house of the Lord when it was raining outside. Good job. It's all right to celebrate some victories. Je mag wat overwinningen vieren. Hallelujah. And then he starts.
starts having fun. En dan gaat hij lol hebben. He goes down and he takes his finger. Hij gaat neer en hij neemt zijn vinger. And first he creates Eden. Nou, eerst maakt hij een hoofd van Eden. Draws four rivers out of it. En dan maakt hij vier rivieren ervan. It's got diamonds and pearls and precious metals and stones. He's just having a blast. Diamanten, parels, kostbare stenen. Dus hij heeft het helemaal op. Just having fun, making a perfect climate. Hij heeft plezier, hij maakt het perfecte klimaat. Then he takes this man. Dan neemt hij deze man. And the Bible says he breathes in it. De Bijbel zegt dat hij erin blaast. Man wakes up. De mens wordt wakker. In the presence of God. In de aanwezigheid van God. The first thing man experienced was God's presence. Het eerste wat de mens ervoer was de aanwezigheid van God. That's why he didn't have to be clothed. Daarom hoefde hij ook niet bekleed te zijn. Because he was clothed by God. Want hij was bekleed door God. Come on somebody, when you find yourself in God, you find yourself complete. Wanneer je jezelf in God vindt, dan vind je jezelf compleet. Well, that's why the first thing when they sinned, they realized they were naked because God had left. En daarom het eerste wat zij beseften toen ze gezondigd hadden, was dat God weg was. I've come to tell you what you need in your life is God to cover your life. En wat je nodig hebt in je leven is dat God het bedekt in je leven. Amen. And so here it is. Adam wakes up in the garden. Dus Adam wordt wakker in het hof van Eden. And God says, I have done a good job. En God zegt, ik heb het goed gedaan. I have made it and it is all for you. Ik heb het gemaakt en het is allemaal voor jou. You can have it. Jij mag het hebben. It's good, but it's yours. Het is goed, maar het is van jou. Here we look, and I want us to look at this relationship between God and man. Laten we hier kijken naar de relatie tussen God en de mens. For he takes this only living human. Want hij neemt deze enige levende mens. And puts him in this perfect paradise. En plaatst hem in de volmaakte paradijs. He says, it's good. Hij zegt, het is goed. It's yours. Het is van jou. Name it. Neem het. Claim it. Eis het. Take it. Neem het. And he says, and all I'm going to do. En hij zegt, het enige wat ik ga doen. I'm just going to show up every day and walk with you. Ik zal elke dag opkomen dagen en samen met jou wandelen. And we're going to talk together. En dan gaan we samen praten. You can do all the other stuff. Jij mag alle andere dingen doen. All I want is to talk and walk with you. Het enige wat ik wil doen is samen met jou wandelen en praten. You know what's awesome? Weet je wat geweldig is? Adam did not have to establish a daily devotion. Hoefde niet een dagelijkse toewijdingsuur te bevestigen. Adam didn't have to say. Adam hoefde niet te zeggen. Okay, I'll get up at 6 o'clock this morning and pray. Okay, 6 uur 's ochtends sta ik op, ga ik bidden. He didn't set an alarm for to read his Bible. Hij hoefde geen alarm te zetten om zijn Bijbel te lezen. Nee. God said, I'll just come down and visit you. Hij zei, ik kom al neer. God said, I'll set the alarm. Ik zet het alarm al op. I'm the groom. Ik ben de bruidegom. You're the bride. Jij bent de bruid. It's my responsibility. I'll show up and we can talk together. Het is mijn verantwoordelijkheid. Dus ik kom op daar. We can walk together. En we gaan samen wandelen. Because Adam, this is why I made it. Want Adam, dit is waarom ik alles heb gemaakt. Because I want a relationship with you. Omdat ik een relatie met jou wil hebben. I'll talk with you. Ik zal met jou praten. We'll enjoy each other. We zullen van elkaar genieten. It's gonna be good, 'cause I'm good. Het zal goed zijn, want ik ben goed. And I did it all for you. En ik heb het allemaal voor jou gedaan. But and so without sin, zonder zonde. God and man, they communicate so simple and easy. Hadden God en de mens zo'n simpele communicatie. And Adam is satisfied. En Adam is tevreden. He is not complaining. Hij klaagt niet. I said this several months ago. Adam wasn't looking for help then. Adam was niet op zoek naar een helper. Nowhere do we find Adam saying, oh God, I feel forgotten. I feel so, anybody ever say, I feel forgotten. Ja, nergens in de Bijbel hoor je Adam zeggen, oh, ik voel me zo vergeten. But not Adam. Adam niet. It was God. Het was God. He looks down. Hij kijkt neer. And he says, I did a lot of good. Hij zei, ik heb heel veel goed gedaan. All I did was good. Het enige wat ik heb gedaan is goed. But there's one thing that's not good. Maar één ding is niet goed. It's not good. Het is niet goed. That Adam be alone. Dat Adam alleen is. This almighty. Deze almachtige. All-sufficient God. Een voldoende God. Who made man. Die de mens gemaakt heeft. He walked with him every day. Wandelde met hem iedere dag. He spoke with him every day. Sprak met hem iedere dag. He gave him Eden and flowers and fruit and trees. Gaf hem Eden en bloemen en vruchtbomen. He gave him all he needs. Hij gaf hem alles wat hij nodig had. But he said, hold on. Hij zei, wacht eens even. It's still not good. Het is nog steeds niet for goed. Him to be alone. Dat hij alleen is. My question is, I read it. En mijn vraag is, ik heb het gelezen. Dat Adam. How can you be alone? Hoe kan het zijn dat je alleen bent? I say God. En ik zeg God. Adam wasn't alone. Adam was niet alleen. You were with him every day.
toe. God said it's not good for him to be alone. En God zei het is niet goed om hij alleen is. He said I can walk with him. Hij zei ik kan met hem wandelen. I can talk with him. Ik kan met hem praten. I can be there in the cool of the day. Ik kan daar een cool briesje brengen. But that's not enough. Maar dat is niet genoeg. I know it sounds crazy. Ik weet het klinkt raar. To think that God isn't enough. Te denken dat God niet genoeg is. Much less to say it. Dus al niet te min om te zeggen. But it's God. Maar het is God. Look at His word. Kijk maar in zijn He woord. Says it's not good. Hij zegt zelf dat het niet goed. There is a time. Hij zegt er is een tijd. Where He's gonna need some help. Waar hij hulp nodig zal hebben. God, so you know what God did? Dus weet je wat God deed? God made help. God maakte een helper. He made a helper. Hij maakte een helper. So now we're looking back and quickly I want you to look at Eve. Dus laten we snel kijken naar Eva. But look at Eve through the relationship that God has with Eve. Ja, kijk naar Eva door de relatie die God met Eva heeft. Okay, because we look at Eve after the fall. Want wij kijken altijd naar Eva na de zonde. But this is not how God looked at Eve. Maar dat is niet hoe God Eva had bedoeld. Okay, God made Eve. God maakte Eva. He doesn't, you know, the word help mate in English. Het woord metgezel of helper. Yeah, helper is a very powerful word. Is een heel krachtig woord. The way in which it's used here. En de manier waarop het hier gebruikt wordt. For God made Eve from Adam. Want God maakte Eva uit Adam. Not as his subject. Niet als een onderdaan. But as a helper. Maar als een helper. Eve was not created because Adam didn't know how to cook. Eva werd niet geschapen alleen omdat Adam niet wist hoe te koken. Eve was not created because Adam didn't know how to fold. He didn't even have clothes. Eva werd ook niet geschapen om zijn kleren te vouwen, want hij had geen kleren. So she wasn't created to clean his clothes. He didn't have clothes. Zij was niet geschapen of om zijn kleren, want hij had geen kleren. No, he was created as one like Adam. Maar zij werd geschapen als iemand zoals Adam. Listen to me quickly, married people. Luister goed bij mij, getrouwde mensen. This is important. Het is belangrijk. That when Adam woke up. Dat toen Adam wakker werd. Out of this, I mean, it was man. Men can sleep. Mannen kunnen slapen. I mean, God is like saw a hole inside of him and took his robe. Yeah. That's sleeping. God had gewoon in hem gezaagd en een rib uitgenomen, zo diep in slaap. You don't want to mess with a man when he's sleeping, you know. Yeah. Wil niet iets een man iets aandoen wanneer hij slaapt. Maybe you do want to mess with him when he's sleeping. He don't know anything. Of juist wel, want hij weet toch niet wat aan. And he takes his rib. Dus hij neemt die rib. And all of a sudden. En opeens. Wake up. Word wakker. Wake up, man. Word wakker, Adam. That's not the voice of God. Huh? Is dat is niet de stem van God. He wakes up. Hij wordt wakker. And there's Eve. Daar staat Eva. Now I know the poetic romantic in us wants to say that he wrote her a beautiful poem. En de romantische kant van ons wil graag zeggen dat hij een mooi gedichtje voor had. But here's what he said to her. These are the first words between a man and a woman. Dit waren de eerste woorden tussen een man en een vrouw. Verse 23. Vers 3. Adam said. This is bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called woman. Dit is nu eigenlijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. En deze zal manin heten. That's the first thing he said to her. Dat is het eerste wat hij zei tegen haar. You know what he said? Weet u wat hij zei? He looked at her. Hij keek haar aan. And said, we've got a lot in common. Hij zei, we hebben veel gemeenschappelijke dingen. Let me tell you something, married people. Laat me iets vertellen over getrouwde mensen. A strong relationship is built on stuff you've got in common. Een sterke relatie wordt gebouwd op gemeenschappelijke dingen. Oh no. We're living on love. Oh nee, wij leven op liefde. Hey, let me tell you something. Before they were in love, they became friends. Voordat ze verliefd waren ze eerst vrienden. They liked the same stuff. Zij hielden van dezelfde dingen. Come on, and then the next verse. En de volgende vers says. Then Adam says, toen zei Adam, I'm going to leave my mom and dad. Men are going to leave their father and mother and they are going to cleave to you. Ja, mannen zullen hun ouders verlaten en zullen zich aan hun vrouw kleven. But before they were leaving and cleaving, maar voordat ze weggingen en vastplakken. And we really like the leaving and cleaving, man. En dat stukje vinden wij het leukst, mannen. Come on, somebody. They first realize there's something, there's a connection here. Eerst beseffen zij dat er een verbinding tussen hen is. Hey Mary, I'm going to tell you, your marriages are based on strong companionship and friendship. Want het huwelijk is gebaseerd op een sterk zouden met gezelschap. I had a lady say, oh, but he loves me. En ik had een dame die zei een keer, oh, maar hij houdt van mij. They know each other 6 weeks. Ze kennen elkaar 6 weken. I said, he don't love you. Toen zei ik, hij houdt niet van me. He lusts you. Hij heeft de lust, hij
maar hij verlust. Hij is verlust. Hij is niet verliefd, hij is verlust. Hij is verlust. I said, you want to know? You want? I've told this to a lot of people. Ik heb het heel vaak verteld. I said, you stop having sex. Als je geen seks meer hebt. And you see how much he loves you. Dan moet je even kijken hoeveel hij nog van je houdt. They tried it. Ze hebben het geprobeerd. 6 weeks later, they figured out they didn't even like each other. 6 weken later kwamen ze erachter dat ze elkaar helemaal niet eens mochten. Come on, somebody. Come on, iemand. Yeah. That's why God said, you save that stuff till you get married. Daarom zei God, bewaar dat soort dingen na het huwelijk. Come on, sex before marriage is sin. It does not belong in a life of a Christian. Want seks voor het huwelijk behoort niet in het leven van een Christen. It doesn't work that way. Zo werkt het niet. Hey, let me tell you something, young ladies. Laat me iets vertellen, jongedame. You give him the sugar. Als je hem al de suiker geeft. Before you get married. Voordat je gaat trouwen. You don't know if you've got somebody that likes you because of you. Jou leuk vindt vanwege jou. Like the sugar. Of omdat hij alleen van de suiker houdt. Just in it for the sugar. En als ze alleen maar zijn voor de suiker. Come on, your Hollywood body ain't gonna be looking like that all the time. Je lichaam zal dat ook niet eeuwig zo blijven uitzien. So come on, when I get older. Dus als ik ouder word. I wanna know. Wil ik weten. I enjoy talking to my wife. Dat ik geniet van de gesprekken met mijn vrouw. Enjoy spending time with my wife. Dat ik geniet van de tijd die ik besteed met mijn vrouw. Our girls. You know what? You need to take that out of the video and put it on your iPhone and play it to yourself every day. Die video moet je op je iPhone zetten en iedere dag afspelen. You keep yourself pure, young ladies. Hou jezelf puur, jongen. Young men, keep yourselves pure. Jonge mannen, hou jezelf pure. Keep your virginity for the one you're gonna marry. Hou je maagdelijkheid voor degene die je gaat trouwen. Ik bespaar je van heel veel problemen. Yes, I am. Dat about people's not business. Ja, de mensen zijn mijn zaken. A lot of the problems I come across are they got busy with the wrong things at the wrong time. Heel veel problemen die ik tegemoet kom zijn mensen die bezig zijn met dingen op de verkeerde momenten. I've been preaching 23 minutes. I gotta get back to my sermon before some of you get nervous. Ik ga weer terug naar mijn preek. Some of you are getting nervous. Sommige van jullie worden al nerveus. Oh my, the preacher said sex from the pulpit, you know. Oh, de prediker zei seks vanuit de preekstoel. Every time I turn the radio on, it's all I hear, but I can't say nothing about it. Ja, als ik de radio aan doe, dan hoor ik alleen maar over seks, maar ik mag daar niks over zeggen. I drive down the street, it's all I see, but the preacher can't say anything about it. Als ik langs de weg rijd, dan zie ik alleen maar seks, maar de prediker mag daar niks over zeggen hier. I look at your magazines, y'all, why did it come on somebody? Ik kijk in mijn tijdschriften, ik zeg seks hier, seks daar, seks daar, say anything. Overal seks, maar de vorige. But I want to tell you something. Maar ik zal je wat vertellen. Sex is beautiful. Seks is wonderlijk. It's mooi. It's one man and one woman who are married. Wanneer het tussen één man en één vrouw is, dus trouwens. It's wonderful, but you gotta wait till you get married. Het is mooi, maar je moet wachten tot als je getrouwd bent. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Prijs de Heer. So this word help, let me get back to, somebody say, get back to your sermon. Jongens, we gaan terug naar de preek. This word help is used in the same way. Het woord help wordt in dezelfde manier gebruikt. Used it when he inserts his himself into people's lives. En hij gebruikt dat woord wanneer hij zich invoegt in de leven van mensen. That's right. So Gideon. Dus Gideon. Is with 300 men. Is met 300 mensen. But God inserts himself into the story. He presents himself in this story. Maar God die presenteert zichzelf hier in het verhaal. And these people who are up against greater circumstances. En deze mensen die grotere omstandigheden. What they had. Hetgeen wat zij hadden. God helped them. Daarmee heeft God hen geholpen. 300 men. 300 mannen. Killed 120,000 men. Hadden 120,000 mannen gedood. Because God was their helper. Omdat God hun helper was. Oh, David. David. Had a little tiny stone. Had maar een kleine steen. But God. Maar God. Inserted himself into the story. Voegde zichzelf toe in het verhaal. With men it's impossible. Met de mens is het onmogelijk. But when God steps in. Maar wanneer God er binnen staat. That little stone. Dat kleine steentje. By the time it got to David, to Goliath's head. Tegen de tijd dat het tegen aan Goliath's hoofd kwam. It was a boulder. Was het een grote rotsteen. It could have been a bullet coming out of the bazooka. Het had net zo goed een kogel kunnen zijn. Because God helped them. Want God. Hallelujah! I've come to tell you God's a helper. Ik kom je vertellen dat God een helper is. He anointed, he
And that's what God was doing when he created help for Adam. En dat is wat God deed toen hij help schiep voor Adam. When God created Eve, toen God Eva, he was giving Adam, gaf hij Adam a physical creation, een tastbare schepping, in which he himself would be placing himself into Adam's life. Waarin hij zichzelf kon toevoegen in het leven van Adam. So when Eve reached out and touched Adam, dus toen Eva uitraakte en Adam aanraakte. I said when Eve would reach out and touch Adam, wanneer Eva Adam zou aanraken, it would remind Adam, zou Adam eraan herinneren, you're not alone. Je bent niet alleen. When they weren't in the cool of the day, wanneer ze niet in de koelte van de dag, and when God wasn't walking next to him physically, en wanneer God fysiek niet naast hem stond, when he didn't have goosebumps, als hij geen kippenvel had, when there was no voice, en er was geen stem te horen, he had somebody, had hij iemand, that he could touch, die hij kon aanraken, and know, en weten, God has not left me alone, God heeft mij niet alleen gelaten, God has not left me alone, God heeft mij niet alleen gelaten, I want to talk to somebody, ik wil tot iemand spreken, and I've come to tell you, en ik kom u vertellen, God has not left you alone, God heeft u niet alleen gelaten. Ik begrijp het niet altijd. Now maybe there's people here more intellectual that can, but I've got to tell you, I don't understand his reasons. Misschien zijn er meer intellectuelen die het wel kunnen begrijpen, maar soms begrijp ik het niet. I don't know why he lets some things happen in my life and some things happen in your life. I don't know why. Ik snap niet waarom, maar bepaalde dingen in mijn leven gebeuren en andere dingen in uw leven. I don't understand. Ik begrijp niet. How great Christian families experience death of horrible diseases. Hoe geweldige christelijke families de dood ervaren door ziektes. I don't understand why families that are such great families go through the stuff they have to go through. Ik snap niet waarom geweldige families door bepaalde dingen heen gaan. I don't understand why babies die. Ik begrijp niet waarom baby's sterven. I don't understand it. Ik begrijp het niet. There are let me just tell you something, friends. En laat me iets vertellen, vrienden. There will be things in your life that you go through. Er zullen dingen zijn in je leven die je mee te maken. Situations that you face. Situaties waar je mee zit. That you're not going to understand. En je zult het niet begrijpen. And you're going to face these situations. En deze situaties moet je meemaken. And the God that you have in this box. En deze God die u heeft in deze doos. This God that it will be enough. Deze God die genoeg zal zijn. Won't be. Zal dat niet zijn. Oh, pastor. Oh, voorganger. It's not good for you to be alone. Het is niet goed dat u alleen bent. So I'm going to give you a helpmate. Ik zal je een metgezel. I'm going to let you have something. Ik zal je iets laten hebben. So you can feel me. Zodat je mij kunt voelen. So that you can touch me. Zodat je mij kunt aanraken. So that you can experience me in your life. Zodat je mij kunt ervaren in uw leven. I want wat ik wil dat u doet op dit moment. I want you to look to the left and look to the right. Kijk links en rechts. Look to the left. Kijk naar links. Look to the right. Kijk naar rechts. It's just some of you that have it. Look to the left. Kijk naar links. Did you see the person sitting next to you? Heb je de persoon gezien die naast je zit? You just met God's helpmeet. Je hebt net de helper van God ontmoet. I want to talk to you about the body of Christ. Ik wil spreken over het lichaam van Christus. I want to tell you what it means.
shoulder. En je legt uw hand op iemands schouder. You know what you are representing? Weet u wat u vertegenwoordigt? You are representing God to that person. U vertegenwoordigt God voor die persoon. Come on, will you lay your, come on, sister, will you lay your hand on the back of that, that sister? Zuster, als u uw hand legt op die ene zuster. When you come to the front of the altar and you begin to pray for them. En u komt naar voren bij het altaar en begint te bidden. The Spirit leads you to pray with somebody. En de Geest leidt u om te bidden voor iemand. That's why the favorite part of our service. Daarom ons favoriete deel van de gediening. What's the favorite part? Wat is ons favoriete deel? It's the part when we're talking to each other. Het is het deel waar we met elkaar praten. It's when we are connected with each other. Wanneer we met elkaar verbonden zijn. When we're touching one another. Wanneer we elkaar aanraken. And we're saying, en we zeggen. You're not alone. Je bent niet alleen. You're not alone. Je bent niet alleen. I'm here. Ik ben hier. I'm here. Ik ben hier. The bride, the body is here for you. Het lichaam is hier voor je. Hallelujah. I've come to tell a visitor friend. Ik ben gekomen om een bezoeker te vertellen. You are not alone. U bent niet alleen. There's a body. But there's a connection. Maar er is een verbinding. Come on, people, you've come to this house and you're hurting and you're broken. Jullie zijn gekomen in het huis en jullie lijden pijn. Jullie zijn gebroken. But worse than that. Maar nog erger dan dat. The devil is trying to tell you you're all by yourself. De duivel probeert je te vertellen dat je helemaal alleen bent. Nobody loves you. Niemand houdt van je. You're not gonna make it. Je gaat het niet halen. But I've come to tell you. Maar ik kom je vertellen. You need to look around this morning. Je moet deze ochtend even naar binnen kijken. I said you need to look around. Take your head and look around. Neem je hoofd. En dan zegt hij, oh nou, ik heb eigenlijk niets uitgekregen van deze foto. Ik heb geen idee waarover hij het had. But I opened my eyes. Maar ik doe mijn ogen open. See a brother up there who is getting something out. En ik zie een broeder daar die wel iets eruit kan halen. Ik zie iemand die naar voren komt, die heeft tranen over zijn gezicht. En er is iets binnenin u die zegt, ik wil mijn hand leggen op hun. Come on, selfish people never respond to altar calls. Don't need a body. Laat niemand u vertellen dat u geen lichaam nodig hebt. That's a trick.
Dat is een trucje. We all need the body. We hebben allemaal het lichaam nodig. I know it is in each and every one of us. I'm almost done struggle. En ik weet dat in ieder van ons worstelt met dingen. And I don't often share my struggles. En ik deel niet vaak mijn worstelingen. However, I do struggle. Maar ik worstel ook soms met dingen. Amen. I've told you often. Ik heb jullie vaak verteld. Just because I'm a pastor. Alleen omdat ik een voorganger ben. Does not mean that Gabriel wakes me up every morning. Betekent niet dat de engel Gabriel mij wakker maakt. In fact, I don't think only any angels wake me up in the morning. In feite, ik denk dat geen enkele engel mij wakker maakt. The only angel I wake up with in the morning is my wife. De enige engel waarmee ik wakker word 's ochtends is mijn vrouw. How'd you like that come back? Vond je dat? But I wake up and I have troubles. Maar ik word wakker en ik heb al problemen. I've had struggles. En ik heb dingen waarmee ik heb geworsteld. And I know many of you know that my second daughter passed away. En ik weet velen van jullie weten dat mijn tweede dochter was overleden. Then our fifth child, Eden, was born. En onze vijfde kind, Eden, die werd geboren. And she had a heart condition, a hole in her heart. En ze had een gat in haar hart. And she had a lung situation. En ook een situatie met haar longen. And she was born in Erasmus. Hospital in Rotterdam. En ze werd geboren in de Erasmus MC in Rotterdam. And 3 months later. En 3 maanden later. She had open heart surgery. Had ze een open hart surgery. And they repaired the holes in her heart. En ze hebben de gaten in haar hart gerepareerd. Of course, this was a very trying time, and I'm thankful many of you lived through that with us. En velen van jullie hebben dit meegemaakt en ben daar dankbaar voor. But I remember. Maar ik herinner me nog. When I started getting the bills in. Toen de rekeningen binnenkwamen. And then our house, while we were having this operation, some guys broke into our house. En tijdens de operatie werd ons huis ook nog eens ingebroken. And they stole all of my computers and most of our electronic stuff. En heel veel elektronische spullen van ons werden gestolen. All in all, en boven alles, my electronics that I lost was $1,800. I'll say the dollars, because that's how I work. $1,800. Al de elektronica was rond $1,800. And I had to do even bijdragen for the verzekering, didn't cover everything. I had to pay about $700. En de verzekering die vergoedde niet alles, dus ik moest zelf ook nog geen $700 hebben. So I had a $2,500 bill. Dus ik had een rekening van $2,500. And I've got the bills. En ik heb die rekeningen. And I'm driving. En ik rij. Remember, I'm driving. En ik herinner, ik rij nog. Coming back from somewhere in the north. Ik kom terug van ergens uit het noorden. And I am just so. Ik ben zo neergeslagen. Everybody's ever been down. Is iemand wel eens neergeslagen? And I'm like, God. En ik denk, God. Have you just forgotten all about me here? Ben je mij vergeten? I don't know if you guys ever say that because y'all are so spiritual. Ik weet niemand van jullie zegt dat, want jullie zijn zo geestelijk. But I do say that, and I said it. Ik heb zulke dingen gezegd. You know, I said, oh God, my goodness. Ik denk, lieve hemel. I mean, you know, our families are 10,000 kilometers away. Onze familie zijn 10,000 kilometers weg. My daughter lost it. I'm just telling him my whole sad story. En ik vertel hem mijn hele droevige verhaal. I'm like, what else do you want me to give? Wat wil je nog meer van mij? Well, when I get sad. Als ik verdrietig word. I eat. Dan eet ik. That's why I'm pretty skinny, because I'm really not sad very often. Daarom ben ik ook heel dun, want ik ben niet heel vaak droevig. But I don't just eat. Maar ik eet niet zomaar. I eat the most unhealthy things you can think of. Ik eet de meest ongezonde dingen. I think it's like a psychological thing, like, oh, you had it so bad, go ahead and just kill yourself with food. Ja, het is psychologisch. Ja, het gaat zo slecht. Ja, dood jezelf maar. So normally, you know, I would get a McChicken, but I went through and got a quarter pounder. Ja, normaal neem ik een McChicken, maar deze keer nam ik een quarter pounder. With cheese. Met kaas. And a cheeseburger. En een cheeseburger erbij. Yes, and I substituted my Coke for a large strawberry milkshake. En ik had mijn cola vervangen met een grote aardbeienmilkshake. Wil je 3 times bij deze bestelling? Yes, 4, please. My life is coming to an end. Mijn leven komt op een eind. I am at the end of it all. Ik ben helemaal aan het einde. I'm just going to eat fruit sauce on my french fries. Ik ga fruit sauce op mijn frietjes eten en dan sterven. Pull through the drive-thru. Dan ga ik door de drive-thru. Because my God, I don't want anybody to see me inside looking like this. Want ik wil niet dat iemand mij binnen ziet, want ik heb zitten huilen. I pull into the parking lot by the McDonald's. Ga ik parkeren bij de parkeerplek in de McDonald's. Bite down my quarter pounder with cheese. En dan bijt ik in mijn quarter pounder met kaas. Now I gotta say, it tastes good even when you're sad. En ik moet je vertellen, zelfs als je verdrietig bent, dan proeft het goed. And I just, you know, I was sad. I don't know what you're doing. En ik was verdrietig. Nobody knows what I'm going through. No one else has ever.
weet waar ik ben, niemand weet wat ik meemaak. And then I came home. Toen kwam ik weer thuis. And I opened my door. Ik doe mijn deur open. And there were two letters in the mailbox laying there. En er waren twee brieven op de grond. One of them was from, and I still have it. En ik heb hem nog steeds. Eén daarvan was van. The Temple of Pentecost. De tempel van Pinkster. A church I've never been to. Een gemeente waar ik nog nooit ben geweest. I know no one in this church. Ik ken niemand van die gemeente. However. Hoewel, the pastor of this church, de voorganger van deze kerk, is my favorite preacher. Is mijn favoriete prediker. His name is Brother Huntley. Zijn naam is Broeder Huntley. And I've only met him one time. En ik heb hem maar één keer ontmoet. For 2 minutes at a very large conference. 2 minuten maar tijdens een hele grote conferentie. And I shook his hand. En ik schudde zijn hand. I got my picture taken. En ik nam een foto met hem. But that's all to the extent that I knew of him. Maar dat is tot hoever ik hem ken. And on this very day. En op die dag. I've never talked to him. Ik heb nog nooit met hem gesproken. We've never emailed. We've never communicated. We hebben nooit e-mails. And I picked it up. Zo, maar ik pakte de brief op. Now what do you think they want from me? Nou, wat willen zij nou weer van mij? Then I opened it. En ik deed hem open. And I started reading it. En ik begon te lezen. And it's from my favorite preacher. En het is van mijn favoriete prediker. On one of my saddest days. Op een van mijn meest verdrietige dagen. Dear Brother Tuttle. Lieve broeder Tuttle. Just a note to say. Een notitie om te zeggen. I respect your devotion and service to truth. Ik waardeer uw toewijding en dienst aan de waarheid. And you are in our thoughts and prayers. En u bent in mijn gedachten en gebeden. May God meet your greatest needs through all His sufficient power. Your friend, Wayne Huntley. Mag God u voorzien in al de noden en voorziener zijn voor u. Did God send me the card? Heeft God mij deze brief gestuurd? Ja. Yeah. Yeah. He used his card. Hij gebruikte zijn helper. Hij gebruikte zijn helper. I laid it down. Ik legde het neer. I said, I'm not alone. Ik zei, ik ben niet alleen. I'm not alone. Ik ben niet alleen. I'm not alone. Ik ben niet alleen. There's a helper. There's a helper. I opened the next letter. Ik doe de volgende brief open. It's from a friend of mine. Het is van een vriend van mij. He doesn't talk very much. Hij praat niet veel. As I opened it. En ik doe hem open. A check fell out. Kwam er een check uit. I picked up the check. Ik pakte de check op. It was exactly $2,500. Precies $2,500. Ik hoef je niets meer te doen. De rekening was. Was het God that sent me the check? Was het God die mij die rekening heeft gestuurd? Yes. Yes. Ja. He used his helper. Wat een helper gebruikt. I've come to tell you. You're the body. U bent het lichaam. That's why it says you can't miss church when there's church time. Daarom zeggen we, je kunt de diensten niet missen wanneer ze samenkomen. You're my helper. Want u bent mijn helper. But when we have prayer, you gotta be there because you might be the one that prays. You're the helper. Wanneer we bidstond hebben, dan hebben we nodig, want jij kan net mijn helper zijn. That's why you've got to come to the altar. Daarom moet je naar het altaar komen. Not just to receive. Niet alleen om te ontvangen. But you, God needs your hands. Maar God heeft on you. Haar handen op u zal leggen. She's gonna take you by the hand. Ze zal u pakken bij uw
naar dit altaar. God, I want somebody connected. Everybody's connected. Iemand